Ik snap het niet. Waarom kom je hier zo vaak? Eén keer is wel spannend, maar vaker? Er is hier iets. Anna, doe je ogen dicht. En laat je fantasie los. Hier, op deze zolder, zijn onze opa en oma geweest. Opa en oma. Jullie moeten stil zijn. De nazi's kunnen jullie horen. Doe dat jasje weg. Sorry. Zeker jouw idee, Ada. Moet je mond houden. Hé, hey, waarom zo rebels? Doe eens even rustig. Er is goed nieuws. De bevrijders zijn al in Brabant. Het duurt nog enkele dagen voordat jullie hier weg kunnen. Krijgen jullie een keer goed nieuws, doen jullie er niets mee? Dan wordt het al 3 jaar. De nazi's zijn druk bezig. Ze houden een razzia. Jullie moeten het hokje in. Ik kan niet meer. Niemand weet hoe ik me voel. Ik ben ook op. Maar de bevrijding is nabij, zeiden ze. Niet voor ons. Ze vinden ons en we gaan dood. Zolang ik leef, gaat niemand dood. Daar zorg ik voor. Wat zullen ze in de toekomst denken? Niemand begrijpt hoe wij ons voelen. Hoe ik me voel. Jacob, jij hebt me er doorheen geholpen. En ik ga jou helpen. Daar zorg ik voor. Ze zijn er! Isaac, ze zijn er niet. En ze kunnen ons nooit vinden. Meester Jan beschermt ons. Ja, en Christina gaat ons verraden. Ze is goed. Ik word er echt helemaal gek van. Zie je, je vindt haar leuk. Ze gaat ons verraden. Hou op! Je moet echt stiller zijn. Ik hoor jullie fluisteren. Vooral jou, Sam. Jullie verraden ons, oké? Mijn vader en ik zijn er ook. Ik ga naar het hokje. Kom je mee even? Ja. Er is ook wat water. Het is niet veel, maar het is iets. Waarom doe je dat nou? Waarom geef je haar minder? Wil je meer eten? Ik heb al moeite om die trap op te lopen. Hè? Ik ben ook gewoon zwak. We hebben maar bonnen voor 2 personen. Ik bedoel, mijn vader die doet er alles aan om meer te krijgen voor jullie. Als jullie niet waren, had ik gewoon een goed leven gehad. Jij? Zal ik je wat vertellen? Oh, wie denk je dat je bent? De baas, hè? Aanvoerster. Kappen. Laat mij! Christina, de nazi's. Jullie moeten het hok in en stil zijn. En bid voor onze levens.
Waar zijn ze? Ik heb u gezegd dat ik geen mensen verberg. Hier wonen mijn dochter en ik. Mijn zoontje stierf 2 jaar geleden en mijn vrouw is ook al 5 jaar dood. We hebben betrouwbare informatie dat u Joden verbergt. Helaas is die informatie dan niet betrouwbaar. Meisje, kom hier. Ja, mijn heer. Neem die man mee naar de gevangenis. En misschien krijgt hij de kogel vanavond. Nee, papa! Christina, wees niet bang. We zien elkaar terug. Houd je van vader? Ja, mijn heer. Je bent een schön meisje, wist je dat? Wil je je vader nog eens in leven zien? Vooral zo'n lieve vader. Dat is heel gemakkelijk. Je moet alleen vertellen waar de mensen verborgen zijn. Mijn vader had geen geheimen voor mij. Mooi zo. Ik wil mijn vader in leven zien. Ik houd zielsveel van hem. Goed. Ik vertel het geheim van mijn vader. Schön. Hier. Kijkt u hierin. Achter deze deur. Er ligt hier alleen een jas met een Jodenster. Lacht je me uit? Mijn heer, die heeft mijn vader van een Jood gestolen. Het wordt nu mijn jas. Ik ken geen andere geheimen van mijn vader. Jij gaat ook mee. Nee, maar ik kan u niet verder helpen. We verbergen niemand. Wil je achterhoofd? Jij gaat niet. Hoe kunnen mensen zo met elkaar omgaan? In de oorlog zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar ook hele goeie. Waar zijn opa en oma? Zit in de tuin. Ik heb wat lekkers meegenomen. Ben je toch een lieverd. Ach, Christina, je bent echt zo'n lieverd.